En als je van de nummer 1 kan winnen, waarom zou dat dan niet kunnen tegen de nummer 2? Dus start Sparta furieus en heeft Devisoglu de kans. Jansen is de reddende engel voor GVVV. Dat vorig seizoen in 8 competitiewedstrijden tegen belofte teams maar 4 punten pakte. 1 overwinning, 1 gelijkspel en 6 nederlagen. En dus keken de Veenendaalers niet uit tegen de confrontatie tegen de belofte uit Rotterdam. De redding van Jansen, daar blijft de cameraman lang hangen. En die ziet dan de paas op Jeremy de Graaf over het hoofd. Maar de Graaf die maakt hier wel de 1-0. Binnen 10 minuten is dat, het is geen buitenspel. En oog in oog met de doelman van Jong Sparta, Brian Jansen, blijft de Graaf kalm en maakt de 1-0. Maar Jong Sparta is in vorm, won 3 van de laatste 4 wedstrijden. De controle is van de Winter en Haroui, hij weer. Het is de 4e competitietreffer van de aanvoerder. En het is na 11 minuten al 1-1 op het Veenendaalse Panhuis. Goede controle van de Winter. En de hele verdediging van GVVV staat te slapen. Danny de Leeuw is in de ploeg gekomen voor de geblesseerde aanvoerder Roy ter Scheggert. Heeft al een behoorlijke kans gehad en kan hier ver komen. De voorzet is voor Martin van Eck. En dan leidt GVVV. Dan leidt GVVV tegen een belofte team. Wat een luxe voor de nummer 2 van de competitie. Uiteraard gaat Jong Sparta op jacht naar de gelijkmaker. Want het zit in een goede flow en het is alle hens aan dek voor GVVV. De redding is van Jansen, maar de inzet van Boeras gaat er wel in. En zo is het in de blessuretijd 2-2. En verspeelt GVVV 2 hele dure punten. Want nu loopt het maar 1 punt in plaats van 3 punten in op Katwijk. En dat zal pijn doen in Veenendaal. En Jong Sparta, dat geeft de goede serie van de laatste weken een knap vervolg in Veenendaal. We zouden eindigen de wedstrijd tegen Jong Sparta.